De politie spreekt van een rustige, rommelige jaarwisseling. Voor zover bekend raakten 2 mensen zwaar gewond door vuurwerk. Ons land kende een relatief rustige jaarwisseling. Wel zijn er 2 doden gevallen en enkele zwaar gewonden bij het afsteken van vuurwerk. De nieuwjaarsnacht lijkt rustiger verlopen dan vorig jaar, zegt de politie. Hoewel de jaarwisseling in Nederland traditioneel een feest is waar veel mensen plezier aan beleven, is het ook al decennia lang op veel plaatsen het meest onveilige feest van het jaar. Ieder jaar komt gemiddeld 1 persoon om het leven en raken honderden mensen gewond als gevolg van vuurwerk. Daarnaast vinden er op grote schaal verstoringen van de openbare orde plaats. Burgers, hulpverleners, politie, gemeenten en bedrijven worden jaar in jaar uit geconfronteerd met ruim 11.000 gevallen van vernieling, geweldpleging, brandstichting en vuurwerkincidenten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe de veiligheid rond de jaarwisseling verbeterd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat het afsteken van vuurwerk de openbare ordeproblemen in hoge mate verergert en de oorzaak is van veel letsel tijdens de jaarwisseling. Veel slachtoffers, waarvan circa de helft omstanders, houden er blijvend letsel aan over. In de landen om ons heen gaat de viering van oud en nieuw niet gepaard met zoveel verstoringen van de openbare orde en met zoveel vuurwerkslachtoffers. Het afsteken van consumentenvuurwerk is in Nederland weliswaar toegestaan, maar de risico's voor afstekers en omstanders worden vaak nog onderschat. Bovendien blijkt bijna 25% van het gecontroleerde vuurwerk zo onveilig te zijn dat het wordt afgekeurd. De risico's van vooral siervuurwerk vormen samen met de manier waarop het wordt afgestoken een gevaarlijke combinatie. Van vuurpijlen is bijvoorbeeld bekend dat deze veel oogletsel en brandwonden veroorzaken. Illegaal knalvuurwerk zorgt voor veel letsel, schade en overlast. Dit vuurwerk, dat in andere Europese landen legaal wordt geproduceerd voor de professionele markt, komt door illegale handel in handen van de Nederlandse consument. Dit vuurwerk is de afgelopen jaren sterk in kracht toegenomen en is vergelijkbaar met de kracht van een aanvalshandgranaat. Het afsteken van vuurwerk wordt in een deel van de samenleving als vast onderdeel van een traditie gezien waaraan grote waarde wordt gehecht. Daarbij lijken we gewend te zijn geraakt aan het letsel, de schade en de overlast die daarmee gepaard gaan. Gemeenten proberen elk jaar opnieuw om de openbare orde tijdens de jaarwisseling te handhaven en de veiligheid van burgers te waarborgen. Ondanks de omvangrijke inzet van politie en hulpdiensten kan het aantal incidenten niet structureel worden verminderd. Gemeenten en Rijksoverheid treffen diverse maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De cijfers van het aantal gewonden en incidenten wijzen uit dat ze daar maar zeer beperkt in slagen. Vanuit veiligheidsperspectief vindt de onderzoeksraad het zorgelijk dat het ondanks de vele inspanningen niet lukt om dit patroon te doorbreken. De hardnekkigheid van het probleem vereist een verandering in de wijze waarop oud en nieuw gevierd wordt. Uitgangspunt moet zijn dat de jaarwisseling een feest is dat iedereen in Nederland veilig kan vieren. De Raad acht structurele veiligheidsverbetering noodzakelijk, gericht op het beperken van de gevaren van consumentenvuurwerk, het bestrijden van illegaal vuurwerk en het terugdringen van verstoringen van de openbare orde. Op deze 3 punten doet de Raad de volgende aanbevelingen. Verbied vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid. Vuurpijlen zorgen ieder jaar voor veel letsel. Knalvuurwerk zorgt voor overlast en gevoelens van onveiligheid. Volgens een schatting van de branchevereniging betreft de verkoop van deze artikelen minder dan 20% van de totale omzet van consumentenvuurwerk in Nederland. Een groot deel van het siervuurwerk blijft beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn fonteinen en combiboxen. Wel beveelt de Raad de overheid aan om de omvang en ernst van letsels in relatie tot het type vuurwerk nauwlettend te volgen. Versterk de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk. Neem als gemeente de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een meer georganiseerd karakter krijgt. Evalueer maatregelen op effectiviteit en leer van elkaars ervaringen.
Thank you.